Maro Footloose, die denkt, dit gaat me veel te gek. Tweede tussentijd was 14-5, eerste kilometer in 1-16-1. Bentley Caraan voor Staro Footloose. Dan Balance Budget met aan de relingzijde Balzac Leblanc. Dan volgt Bright Look met daarachter aan de relingzijde, dat is Björn Baldwin. Dan volgt Best of Himia. En daarachter aan de relingzijde volgt dan ook nog Frans van der Blonk met Baldacci. Zo zijn de deelnemers voor de laatste keer op weg in de rechte lijn overzijde. En de leider aan de relingzijde is nog altijd Bentley Caraan. Bentley Caraan, een halve lengte voorsprong op de nog altijd aandringende Staro Footloose. Echt doordrukken doet hij nog niet, maar nu wel. Mollema passeert zijn staluitgang en denkt, nu gaan we eens even rijden. En hij gaat nog een keer gas geven. En weer wordt hij opgevangen door Bentley Caraan. Tussentijd 13-9. Het blijft maar hard gaan en ze gaan op weg naar de laatste bocht. Aan de relingzijde Bentley Caraan. Daarnaast Staro Footloose. De rest hapt naar adem. En ook Staro Footloose heeft nu even een moeilijk momentje. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht en springt Bentley Caraan. Bentley Caraan van de benen. En dat houdt in dat Staro Footloose de leiding nu heel makkelijk heeft. Maar daar komen de volgende fibelsiekleuren alweer aan. En dat zijn die van Balanced Budget. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Staro Footloose leidt. Balanced Budget ligt tweede. Derde Balzac Leblanc. En de rest doet eigenlijk alleen maar mee voor plaats vier. Maar wat is die Staro Footloose een taaie. Wat een goeie. Geef hem maar een applaus. Want hij wint het makkelijk. Met zo'n koers. Zoveel gegeven onderweg. En zo makkelijk winnen. Staro Footloose. Balance Budget tweede, Balzac Leblanc derde en de tijd 1:15:02.